Vorige week was er een vrijwilligersavond voor de gidsen van het museum Elburg. Bij me staat Ben de Jong. Ben, wat is jouw taak bij het museum Elburg? Mijn taak is de coördinator van de gidsen. En ik ben zelf ook gids. En naast mij staat Jan Hendrik Hakkers, die al 25 jaar gids is. Daar hebben wij vorige week vrijdag even bij stilgestaan. Wij hebben dus de gewoonte om aan het eind van het jaar de fooiepot leeg te maken. En dat doen we dan meestal met een etentje. En dat was dus afgelopen vrijdag bij het Olderrechthuis. Meneer Hakkers, 25 jaar gids van het museum Elburg. Wat heeft je ertoe gebracht? In de tijd was er kennelijk een gebrek aan gidsen. En toen stond er een advertentie in de krant. En mijn goede vrouw wees mij daarop. En ik heb me aangemeld en ik was direct goed bevonden. Wat moet een gids van het museum Elburg kunnen en wat moet hij ervoor doen om gids te kunnen zijn? In de eerste plaats moet je dus een verhaal kunnen vertellen en willen vertellen. In de tweede plaats moet je zorgen dat je voldoende kennis opdoet over de historie van de stad Elburg. U hebt dan wel geluk dat u het over Elburg mag doen, want dat is natuurlijk wonderschoon. Nou ja, ik ben hier een keer komen wonen en toen zag ik allerlei dingen die ik interessant vond. En zodoende heb ik me er een beetje in verdiept. Hoeveel gidsen heeft het museum Elburg, Ben? Ruim 20. De afgelopen vrijdag heeft ook Gert Timmer uit Nunspeet heeft afscheid genomen vanwege zijn leeftijd. En we krijgen er weer twee nieuwe bij. Dus ik, krap 25 denk ik. Moeten die een opleiding hebben? Ja, zeker. Ik zelf heb in 15 jaar geleden hebben een cursus gehad van 13 avonden van verschillende docenten. En toen zijn we dus echt helemaal bijgespijkerd en toen konden wij dus de stad in. Dus, en de nieuwe mensen die krijgen dus ook die syllabus om die helemaal door te nemen. En als ze dat gedaan hebben, dan gaat een van de gidsen, neemt ze dus mee op route door de stad. 25 jaar door de stad wandelen als gids, dat moet mooie verhalen opgeleverd hebben. Nou, er gebeuren natuurlijk allerlei bijzondere dingen. Er zijn geen twee groepen aan elkaar gelijk. Zelfs niet als er een bus vol Belgen komt en die in drie groepen wordt gesplitst, dan zijn het nog drie verschillende groepen. En we hebben dus jarenlang, een aantal jaren, hebben we regelmatig een bus vol mensen uit Vlaanderen gehad om hier rond te leiden. Heel gezellig. Hoe vaak gaan jullie per jaar op pad? Dat is heel verschillend. Er zijn mensen die dus eigenlijk wel dagelijks beschikbaar zijn. En er zijn ook mensen die dus minder vrije tijd hebben. Dus ik, dat varieert soms 20, soms 30 en uiteraard ook soms minder. Als je met een gids op pad wil, zijn er kosten aan verbonden? Ja, er zijn kosten aan verbonden, maar als gids weet ik niet precies hoeveel, dat weten ze hier aan de balie wel te vertellen. Je meldt je als een groep, meldt zich aan hier bij VVV Elburg. En dan wordt er een afspraak gemaakt en die afspraak wordt nagekomen. Ben, als coördinator, dan heeft het VVV een afspraak gemaakt en dan moet jij maar zorgen dat je er een vrijwilliger bij vindt. Nee, dat doet Thea of Barbara, die maken dus de afspraak en die bellen dus de gidsen op om te vertellen of om te vragen of ze kunnen. En tussen twee haakjes, dus de rondleiding kost 4 euro per persoon. Coördinatorsfunctie, wat houdt dat in? Nou, ik was dus destijds bestuurslid van de VVV en toen hebben ze mij dus gevraagd of ik dus de portefeuille gidsen dus wou beheren en behandelen. En ik werd dus ook zelf gids. Nou, het coördineren houdt dus in dat alle zaken die een gids aangaat, dat op mijn bordje terechtkomt. En het is ook zo dat wij organiseren dus in de winterdagen dus een 3-4-tal cursussen nog om in ieder geval onze kennis op peil te houden en CQ uit te breiden. Zijn er nog nieuwe vrijwilligers nodig? Nou, Ben die zei al dat er ongeveer 25 gidsen zijn. Kijk, iemand die dat graag wil doen, kan er altijd bij. Maar je moet je wel bereid verklaren om, wat Ben zegt, die syllabus goed door te nemen. En zeker een paar keer met een ervaren gids mee te wandelen. Hoe lang duurt zo'n rondwandeling in de stad?
Die duurt anderhalf uur. Maar wij zijn dus eigenlijk een klein beetje flexibel. Als het een hele leuke groep is, waar dus heel veel wisselwerking is met vragen en antwoorden, dan wil het ook wel eens wat langer duren. Dit jaar voor het eerst bij het Kerst in de Vesting een speciale wandeling, maar die is dan meteen een stuk korter. Heeft dat invloed op je verhaal of ga je gewoon minder punten bij langs? In dit geval is het ons gevraagd, want ik doe ook mee aan die rondleidingen, is het ons gevraagd om de helft van de stad door te wandelen en dan ook het aantal verhalen te beperken. En daarom wordt het een hele aparte rondleiding. Je kunt het geen eens een echte rondleiding noemen, want je loopt of aan de zuidkant langs of aan de noordkant van de stad en dan is het geweest. We hebben net gehoord als er een bus Belgen komt, maar ik kan me voorstellen dat er Amerikanen komen, misschien wel Chinezen of Japanners ben. Hoe ga je daarmee om? We hebben dus gidsen die dus ook de buitenlandse talen, de vreemde talen beheersen. En naast me staat Jan Hendrik, die doet het in het Engels en in het Duits en ik doe het in de Duitse taal. Ik heb het ook een keer meegemaakt dat er een hele club kwam en dat zouden Duitsers en Engelsen zijn. En we waren dus met z'n drieën en ik bleef meestal blijf ik dan als laatste over en ik veeg dan op wat er nog staat. Nou, en toen bleek het dus dat Fransen te zijn. Nou, mijn Frans is niet van die aarde dat ik daar een volwaardige rondleiding in ga geven. Maar er was een echtpaar bij. Zij was Française en sprak perfect Nederlands, zoals was met een Nederlander getrouwd. Nou, het ging heel makkelijk. Ik vertelde dus twee zinnen en het werd keurig netjes vertaald en het ging zo geweldig. Dat was, het was een hele belevenis. Dus eigenlijk kan gewoon iedereen komen, want we vinden altijd wel een oplossing. Ja hoor. Er is altijd een oplossing voor te vinden, ja. Ik heb ook Russische mensen in de groep gehad, maar die spraken gelukkig Engels. Ik wil jullie bedanken voor de vrije tijd die jullie in het mooie werk steken, want Elburg is natuurlijk een prachtig stadje. En ik wens jullie toe dat jullie nog veel jaren dit mooie werk mogen doen. Dankjewel. Graag gedaan, deze evenement.